Boek 5, het eerste deel uit het vioolconcerto in Sol Klein van Vivaldi. Het is weer een allegro, dus dat wil zeggen heel levendig, een levendig stuk. Dat gaan we proberen iets beter nog te laten horen door de opmaatjes telkens licht van de snaar opstreek te maken. En de volgende noot dan natuurlijk afstreek zwaarder aan de slof. Zo komt het danskarakter iets meer tot uiting en dat is natuurlijk veel leuker voor het publiek om naar te luisteren en misschien een beetje mee te dansen. Veel succes! We zetten de strijkstok op de snaar ongeveer in de helft en we starten in de eerste positie. Let op, de eerste vinger zal misschien vaak van plaats veranderen. Zo klein is een gevaarlijke. Klaar, omhoog, licht, zwaar. Kleine echo. En terug luid. Klaar. Op. Blij. Echo. En terug blij. Met veel boog. En terug veel boog. Hop. Eerste positie, blij, omhoog. Veel boog terug. Dezelfde vingers, dezelfde noten bedoel ik. En we spelen ze in de derde positie, let op de boogjes. We blijven nog in de derde positie. Eerste positie, eerste vinger gaat ook netjes mee achteruit voor de si bemol. Nu gaan we goed de vingers samen proberen te zetten, zodanig dat we eigenlijk sneller de noten kunnen spelen. Samen, samen, samen. De quint, twee vingers tezamen op twee snaren, trillen op de la snaar. Overbinden eigenlijk naar de volgende noot. De quint weer al. We zijn weer toetie, lichte boog opstreek. Kleine echo. Derde positie. En we gaan terug naar eerste positie. Derde. Hop. Derde. We gaan van de eerste positie meteen terug naar de tweede. Eerste positie, achteruit. En de vingers open voor een si hersteld. Si wordt terug droevig. La bemol droevig. Pink zal wat verder voelen. En de re is een gewone eerste vinger. En we zijn terug in de eerste positie. En we gaan voor die la bemol die we daarnet ook al hebben aangebracht. La bemol heel laag tegen de sol. Hetzelfde. De la bemol heel dicht tegen de sol. Tweede
positie een heel kleine voorslag, kleine streek van een centimeter ongeveer, en de rest crescendo maken. Eerste positie. Vinger achteruit voor de si bemol, hetzelfde, 1 centimeter maar. En crescendo. Hier is de la bemol terug. En we gaan naar de derde positie. Op deze plaats ga ik al iets vroeger dan het boek naar de eerste positie terug. Ik zet weer mijn la bemol echt laag. Re herstelt wel. We blijven op dezelfde snaar en gaan naar de derde positie. Oké, voor de volgende fragment, ga ik proberen zoveel mogelijk mijn vingers te laten staan. Korte noten en een snelle snaarwisseling aan het evenwichtspunt. Ik laat ze staan. En ik ga nu mijn eerste vinger zetten. Tweede vinger blijft staan. En ik verzet alleen maar mijn eerste vinger. Tweede vinger staat er nog steeds. En mijn eerste vinger gaat naar de mi-snaar. Eerste vinger gaat naar de sol-snaar. En ik zet mijn triller terug klaar. En de derde vinger blijft staan. Nu zetten we de tweede vinger op die re. En we spelen eigenlijk hetzelfde, maar in de tweede positie. Tweede vinger blijft staan. En de eerste vinger verzetten we. En ik ga terug naar de eerste positie hier. La bemol, nog altijd laag. Hier al draaien, want er begint een nieuw stukje. Je kan die maat nog overschrijven op de derde bladzijde. Of je leert hem natuurlijk van buiten, zoals het hele stuk. We gaan verder en we gaan naar de een lichte boog en naar de derde positie. We gaan terug naar de eerste licht. Kleine echo. En een droevige la. Zacht beginnen, luider voor de si herstelt. Zacht beginnen, luider voor de do kruis. Beetje luider in de derde positie. En we blijven nog even in de derde positie. Hup, eerste en volgende solo. Oké, we zetten ons klaar in de derde positie. Een grote greep, 1, 3. En crescendo maken, veel boog nu op de opboog. We glijden één trap achteruit naar de tweede positie. Zetten weer 1, 3 grote greep. Crescendo maken. En een grote boog. We glijden zelfs naar de droevige eerste vinger in de eerste positie. We zetten weer die grote greep. Crescendo maken, grote boog. Let op, vervangvinger, tweede vinger. En we zetten dodo kruis. Grote boog. We gaan verder. Blijf. En we gaan meteen naar de tweede positie hier. Pinksknop die si bemol. Tweede. Nu glijden we naar de vijfde
positie naar onze tussennoot, onze hulpnoot eigenlijk. Dat is de sol met de tweede vinger. En we zetten gewoon de derde vinger ernaast. Let op, 1 en 2 staan tegen elkaar. Die zijn tegen elkaar blijven staan. En het is eigenlijk dezelfde vingerzetting als de eerste maat van dit hele stuk. En we gaan terug naar de eerste positie. Je mag de eerste vinger ook al laag zetten. Licht. Hier komt de fa kruis. Echo. Blij. Licht. Laat de doos zoveel mogelijk liggen. De doos staat nog altijd aan de snaar. Derde positie. Zelfde stukje als het begin. Ga zoveel mogelijk de vingers al samenzetten om snellere vingers te krijgen. Grepen veranderen. Een verre la, een verre pink. Droevige si. En fa kruis. Omhoog. Accent. Accent. Snel strijken. En snelle op. En snelle op. Omhoog. Echo. Derde positie en afstreek starten. En terug naar eerste. That was it.